Gewoon treinen laten rijden. Het wordt weer de kerntaak van de NS, die vandaag zijn plannen voor de komende jaren presenteerde. Het bedrijf gaat onder meer de stations, winkels afstoten en investeert 3 miljard in onder meer nieuwe treinen. Zometeen een gesprek met de nieuwe baas van de NS, Roger van Bokstel. Maar eerst het plan van vandaag en de critici. Het geel met blauw moet weer net zo verleidelijk worden als in de commercial. En wat dat betreft heeft de NS nog een lange weg te gaan. Met name spitsreizigers wanen zich al maanden in een rijdend sardineblik. En belangrijker, ze voelen zich nauwelijks serieus genomen. Dat laatste moet nu veranderen. Er vielen al twee woorden die ik graag zelf weer overneem. Dat zijn de woorden vertrouwen en zelfvertrouwen. De NS maakte vandaag bekend zich weer op zijn kerntaak te willen richten. Reizigersvervoer. Dat betekent onder meer dat de winkels die de spoorwegen nu exploiteren op stations worden afgestoten. De NS gaat ervan uit dat de 4.000 tot 5.000 werknemers straks na de verkoop aan bijvoorbeeld horecabedrijven gewoon weer aan de slag kunnen. Maar dat is voor de vakbond niet genoeg. Het probleem is, de mensen hebben bij de NS een redelijk contract, een fatsoenlijk contract. Het zijn ook allemaal NS'ers die hier werken in de winkeltjes. Wij weigeren om dat te gaan uitverkopen aan een sector als de horeca, waar helemaal geen cao geldt en waar mensen op een nulurencontract terecht zullen komen tegen een minimumloontje. Die kans zal het opgaan, voorzien wij. Dus we hebben liever gewoon dat de mensen ondergebracht zijn bij NS. De NS zal ook busbedrijf Qbus verkopen. De spoorwegen willen nog wel groeien in het buitenland, maar in eigen land zullen ze niet langer meebieden op regionale spoorconcessies. Het bedrijf steekt bovendien 3 miljard euro in nieuwe treinen en betere voorzieningen op stations. Maar daarmee is het probleem van die volle treinen voorlopig nog niet opgelost. De stichting Consumentenclaim heeft de klachten van duizenden opeengepropte passagiers verzameld en bereidt een miljoenenclaim voor tegen de NS. Er hebben inmiddels 9.500 mensen zich bij ons aangemeld. Dat gaat gewoon via de website en er komen er dagelijks nog bij. Waar heeft een treinreiziger in Nederland formeel recht op? NS die zegt in haar vervoersvoorwaarden dat ze alle reizigers een zitplaats bieden, bijzondere omstandigheden daargelaten. Er is op dit moment gewoon een structureel tekort aan treinen en daarom moeten mensen gewoon elke dag in de trein staan. Maar de NS wil een nieuwe start maken en zet vandaag ook een PR-offensief in. We hebben met de overheid ambitieuze afspraken gemaakt. Beter presteren voor Nederland. Dat vraagt om duidelijke keuzes in wat we wel en niet doen. De reiziger staat op 1, 2 en 3. Ik denk dat de NS goede keuzes maakt, waarbij ze echt gaan investeren in het spoorvervoer. Dat is hun kerntaak. Veel van de dingen eromheen, die ze overigens wel heel goed doen en hebben gedaan, gaan ze verminderen. En het geld en de aandacht die ze daarmee vrijspelen, zetten ze helemaal in op reizigersvervoer. Ja, maar er gaat toch geen trein beter rijden als je je retail gaat verkopen? Er gaat toch geen trein beter rijden als je je busbedrijf gaat verkopen? Het is allemaal flauwekul, het is allemaal een knieval naar de politiek. En dat kan ik ook nog wel begrijpen, want elke bestuursvoorzitter die niet naar de politiek luistert, diens hoofd gaat eraf. Onze advocaat heeft vorige week NS een laatste ultimatum gesteld. En wij wachten nu af of ze reageren en hoe ze reageren. En anders wordt het de rechter. En anders gaan we naar de rechter toe. Roger van Bokstel is hier. Welkom. We horen een aantal pijnpunten. Volle treinen, het afstoten van winkels. Komen we zo op. Eerst even de algemene boodschap. U wilt de reizigers weer een goede treinreis bieden. Doet de NS dat dus nu niet? Jawel, nu ook hebben ze goede treinen en veilige treinen. We zijn gelukkig een land met een enorm veilig verkeer op het spoor. Het is vandaag wel treurig. Vandaag de begrafenis van de machinist die vorige week in Dalfsen omkwam. Maar dat zijn uitzonderingen dat we dit soort ongelukken hebben. Maar wij willen echt ook weer meer treinen. We kopen voor 3 miljard nieuwe treinen. Ja. Die kunnen natuurlijk niet in één keer van een plank afgehaald worden. Dus dat gaat vanaf eind van dit jaar tot 2023 steeds meer treinen erbij. Maar toch even over hoe het nu gaat en hoe het dan straks beter moet. Want dat is in ieder geval wel het doel. Wat zou u de NS nu voor cijfer geven? Nou, ik denk als je internationaal vergelijkt, doen wij het eigenlijk ontzettend goed. Maar heel veel mensen hebben in de spits vooral problemen. Wat is het voor cijfer dan? Nou, ik denk tussen 7 en 8. En u moet naar een? Ik wil eigenlijk naar 9. Ja. Maar ja, dat duurt toch wel even, zegt u al. Want u investeert dus in die treinen. Die zijn dan pas in 2023 allemaal? Nee, in 2023 zeg maar, worden de laatste opgeleverd. Ja. Maar eigenlijk eind dit jaar komen al de eerste treinen. Ja. En dat zijn sprinters. En dan gaan we door met de nieuwe Intercity, nieuwe generatie. Komen allemaal nieuwe treinen aan. Maar het betekent wel dat we nog een tijd lang met volle, overvolle treinen zitten. Ja, maar misschien toch even terug in de tijd. Helaas verkeerde Vira-trein.
Dat heeft veel treinen gekost. Ja. Economische groei. En er zou geen OV-chipkaart meer zijn voor studenten. En die werd vervolgens toch weer ingevoerd. Dus met andere woorden, heel veel extra aanbod. En dat proberen we zo goed mogelijk te verwerken. Dat gaat eigenlijk de hele dag goed. De knelpunten zitten in de spits op sommige trajecten. Ja, maar die blijven dan nog wel even, die knelpunten, ja, zegt u. En dan kan de NS dus nog even niet die 9, nog niet dat goede product leveren op korte termijn. Nee, maar ik ben nog steeds blij dat heel veel mensen wel tevreden reizen. De spits is een issue. Proberen we zoveel mogelijk aan te doen. Ook door bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen het gesprek aan te gaan. Zeggen, zouden jullie misschien wat willen spreiden, ja, met lesuren? Dat vind ik inmiddels bij sommige scholen, ja, echt een gewillig oor. Is dat zo? Ik dacht, ja, dat ze u toch vooral vriendelijk aankijken en het niet, ja, deden. Dat maar leek zo, maar weet u, kijk, als je je hand uitsteekt voor hulp, is het ontzettend aardig als iemand hem ook wil pakken. Hm. Er zijn soms mensen die zeggen, dat doe ik niet, prima. Welke scholen passen nu dan wel? Nou, ik heb nu hele goede gesprekken met de Hogeschool Utrecht, met de Universiteit in Utrecht. Ik ben in Nijmegen geweest, ik ga volgende week naar Leiden en Amsterdam. En ik hoop dat, want dat zijn precies de punten waar gewoon heel veel, iedere dag duizenden studenten, ja, instromen. En er komen nieuwe studentengroepen bij, hè, met het mbo-onderwijs, die ook een OV-chipkaart, ja, krijgen. En wij willen ze allemaal heel graag goed vervoeren. We doen heel veel aan handelingsmogelijkheden voor de reiziger. Soms een kwartier later al enorm veel plek weer in de trein. Hm. Dus ja, het gaat ook om een goed samenspel tussen wat kun je zelf, ja, aanpassen, wat kunnen bedrijven of instellingen aanpassen en wanneer zijn wij weer helemaal op orde. Dat is toch nog niet helemaal gelukt, want u zag in de reportage iemand van de Claim Club. Ja. 9500 mensen die willen hun geld terug van de NS, ja, vanwege die uitpuilende treinen. Bent u bang voor die claim? Ik ben bezorgd om de onrust van deze reizigers. Iedere reiziger is ons lief bij de NS. En we doen daar iedere dag alles voor om ze toch zo goed mogelijk te vervoeren. Ja, maar ze gaan desnoods naar de rechter. Dat zullen we dan moeten zien. Ik hoop het niet. We zijn met ze in gesprek. Ik wil ook graag met ze in gesprek blijven. Maar simpel zeggen, kunnen we even afrekenen. Er is geen recht op een zitplaats. Wij hebben bijna de hele dag een zitplaats, alleen niet in de spits. Ja, dan moeten we toch een beetje doorheen. En dat vraagt om inschikkelijkheid. Ik word er ook op aangesproken. Ik stond laatst in een bomvolle trein en toen riep een Amsterdammer ook tegen mij: zo, van Borstel, nog werk aan de winkel, hè? Ja, en iedereen was aan het lachen. Het gekke is, we zetten ook alternatief vervoer in, bussen. Zou je het niet en toch gaan de mensen allemaal in de trein. Door bijvoorbeeld korting te geven als je geen zitplaats hebt. Nee, wij zijn ook een bedrijf. We hebben maatschappelijk belang, we zijn een bedrijf. Mm-hmm. Korting is een interessant woord in Nederland, vindt iedereen altijd geweldig. Wij hebben heel veel kortingsmogelijkheden. Met dalurenkaarten. En daar komt het ook aan op die flexibiliteit. Maar wij kunnen niet zomaar zeggen, iedereen die een keer ontevreden is, geld terug. Als mensen echt gehinderd zijn, kunnen ze altijd geld terugvragen. Daar zijn we toe bereid. Mm. Maar zomaar een claim, omdat we gewoon een moeilijke periode doormaken, ja, dat vind ik echt veel te ver gaan. Een ander gehoord kritiekpunt is dat u nu zelf de stap zet. U gaat zelf krimpen, lijnen afstoten en de winkels afstoten. Onder druk van de politiek. Want anders had de aandeelhouder Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën, het wel gedaan. Nou, Stond u zo onder druk? Nee, ik heb me helemaal niet onder druk gevoeld. Uiteraard ben ik vorig jaar gevraagd om in een moeilijke situatie in te springen. Ja. Met mijn voorganger vertrokken, voorzitter van de Raad van Commissarissen weg. En nare affaires. Bieding in Limburg fout gegaan, Vira niet goed. Dus dat bedrijf, dat is druk vanuit de politiek, want er waren dingen niet goed. Ja, maar weet u, kijk, tegelijkertijd, iedere dag zijn er 20.000 NS'ers die hun stinkende best doen om iedereen goed te vervoeren en veilig te vervoeren. Het is een prachtig nationaal bedrijf, 175 jaar oud. Wij hebben nu gezegd, focussen, lever gewoon weer een goede prestatie op het hoofdrailnet, de slagaders van het Nederlands treinstelsel. Ga dan eens even niet bieden op regionale netten. Mm-hmm. Er zijn ook andere partijen voor. De winkels op de stations. Kijk, die stations en die mensen daar, die hebben fantastisch werk gedaan. We krijgen geweldige stations terug. Mooie publieke ruimtes. Rotterdam, Delft, Amsterdam, binnenkort Eindhoven. Arnhem is een wonder. Het is, weten, daar gebeuren prachtige dingen. Ja, het is work in progress, zoals je zelf al zegt. Maar een winkeltje runnen. Wij creëren de voorwaarden, we zijn er zelf ingestapt om te laten zien hoe het kan. En dan is het helemaal niet zo gek dat je op een gegeven moment ook de markt weer een beetje de ruimte biedt om te zeggen, nou, dan mogen jullie in. We hebben nu een paar winkels afgestoten, niemand is zijn baan verloren.
Tot slot nog even, want u zegt zelf al, en u omschrijft dat ook, het is work in progress. Ja. Er gaat nog veel gebeuren en we gaan naar een betere NS toe, die 9 dus. U zit er vanaf 1 augustus, in principe voor een jaar. Ja. Dus 1 augustus is het ook alweer afgelopen. Blijft u langer of niet? Ik blijf zo lang als nodig is. Oh, dus als u langer nodig bent, blijft u ook? U hoort als tweede hoe dat uitpakt. Want dat is natuurlijk primair aan de Raad van Commissarissen en aan de aandeelhouder. En zolang we nu met een goede strategie, we helemaal focussen op goed vervoer. Ik vind dat het allerbelangrijkste. En het is helemaal niet zo relevant hoe lang ik blijf. Het gaat erom dat straks de reiziger weer kan zeggen, wij zijn trots op de NS. Oké, meneer Van Boksel, dank u wel. Graag gedaan.